De Centrale Markt van Suriname heeft bezoek gehad van de OVID-delegatie die momenteel in Suriname vertoeft. De gasten hebben op 3 oktober 2019 een rondleiding gekregen van marktmeester John Lekton. Zij hebben daarbij kennis mogen maken met verschillende Surinaamse fruit, groente, vlees en visproducten. De Centrale Markt heeft zojuist bezoek ontvangen van een internationale financiële organisatie die bekend staat als de OFID. Hoe is dit bezoek tot stand gekomen? Nou, ik ben gisteravond gebeld geworden dat we bezoek kregen van die heren. En zo gebeurt het steeds weer. Vanuit welke hoeken? Het kabinet. En wat is er precies gebeurd met deze gasten? Nou, ik heb ze rol en gegeven uitgelegd over ons vegetables, onze vruchten. Ik heb ze kennis laten maken met de verschillende rassen hier. Heel veel producten van ons kennen ze niet en zoveel is geweldig. Ik zou het appreciëren van als ik 3-4 dagen van tevoren zou kunnen worden dat ik gewoon een tafeltje maak met al ons festival dat die mensen kunnen proeven. Maar ik heb ze een paar vruchten laten proeven dat ze geweldig vonden. Ze staan er steeds weer versteld over ons producten. En ze praten steeds weer hoe groot ons variëteit zijn. Dus ik vind dat ze eigenlijk alleen voor export. Naar onze centrale markt. Zijn er plannen die op korte termijn nog uitgevoerd zullen worden? Nieuwe plannen, dingen die in de planning zijn? Er zijn altijd plannen. Dit geld gaat naar de DC. Wettelijk moet het in zijn pot en hij stopt het weer in de markt. Ons nieuwe plan is van, er komt Pico straks hier een posterij, dat mensen hun producten kunnen kopen in de markt en posten. En ook hier een pakketjes afhalen. We willen een Armeestijgerbureau achter. We hebben al een plek, Armeestijgerbureau, zodat die veerbootjes hier kunnen aanmeren, zodat die mensen in de markt en via de markt naar de stad gaan zien doet kopen. Omdat, wat ik altijd zeg, de markt heeft vele slagen ondervonden. Het is gedecentraliseerd door die supermarkten op die hoeken van alle straten. Dus wij proberen de markt zo aantrekkelijk mogelijk te maken. We willen alle nutsbedrijven hier hebben. We hebben al SWM, Telesuur komt binnenkort. We vechten nog met EBS. Ik vind het jammer dat we moeten vechten met EBS. En we hebben hier ook, we doen ook basokaarten hier. We hebben MyLab hier voor bloedsuikerspiegel, hoge bloeddruk meten, noem maar op. We hebben ook een jongeman hier die een foto moet zien. We hebben een ATM-machine hier. Dus het gaat gestaan. U bent dus keihard bezig. U zet u uitermate in sinds u aantreden. Bent u tevreden met de vorderingen die tot nu toe gemaakt zijn? Ik ben nooit tevreden hoor. Als ik tevreden ga zijn, ga ik even slabakken. Zo ben ik niet geconstrueerd. We werken keihard aan de markt. Ik heb hier een paar gedetineerden van Santa Boma. Ik heb 10 stuks mannen hier, dat is al 2,5 jaar. En we timmeren constant aan de weg, omdat onderhoud alleen maar van de markt ongoing is. Mensen komen hier, ze vervuilen de markt. Er zijn wel marktkrijgers, huishoudenkrijgers. Maar als het 40 jaar gedoogd is door leidingen voor mij, dan moet je het wel beetje bij beetje aanpakken. Maar we komen er.